Geachte dokter Kluge, beste familie, dear participants of WHO, geachte vice-rector, collega's, studenten hier en ook de 80 mensen die thuis hebben verkozen om via livestream te volgen in deze nadagen van de coronapandemie. Van harte welkom hier in Leuven op deze prachtige lentedag in 2022. We zijn blij dat we u hier mogen verwelkomen in uw alma mater, de KU Leuven. U was verkozen door onze alumnivereniging AlphaGen tot alumnus van het jaar in 2020. Hè. Dat is ondertussen 2 jaar geleden. En de plechtige uitreiking was eigenlijk oorspronkelijk gepland op 23 november 2020. Om de welgekende redenen is dit enkele malen uitgesteld. Maar we zijn blij dat we het vandaag alsnog kunnen doen en vooral in goede gezondheid. Want dat is natuurlijk in een pandemie een belangrijke factor. De afgelopen weken hebben een aantal mensen mij gevraagd wat de voorwaarden zijn om een universitaire erepenning te krijgen op voordracht van de faculteit Geneeskunde. Wel, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Het faculteitsbestuur moet de persoon voordragen en de academische raad moet daarmee akkoord zijn. Maar de penning krijgen is natuurlijk niet zo moeilijk, maar de penning verdienen daarentegen, ja, dat is wel een hele opgave. En in de komende minuten zal ik u allen uitleggen waarom dokter Hans Kluge die erepenning zeker verdient. De lat ligt inderdaad hoog. Dat hoort zo in onze universiteit, in onze faculteit. En slechts 2 personen gingen u voor. De eerste was professor Peter Piot voor zijn wetenschappelijke doorbraken over ebola, HIV, gekoppeld aan een groot maatschappelijk engagement in Europa en de ganse wereld. En de tweede was professor Emile Boelpaap, voormalig decaan van Yale, fysioloog uitmuntend, het meest gebruikte tekstboek in de fysiologie geschreven en bezieler van de Belgian American Educational Foundation, die heel wat van onze studenten de gelegenheid heeft gegeven om een onderzoeks- of opleiding te volgen in de Verenigde Staten. En dat nog altijd steeds ondersteund. En nu dus Hans Kluge. De meesten onder jullie kennen hem natuurlijk, maar wie is eigenlijk Hans Kluge? U werd geboren in Roeselare in 1968, als ik het juist heb, en behaalde diploma arts aan de KU Leuven in 1994. Nadien volgde u een opleiding in de tropische infectieziekte aan het ITG in Antwerpen in 1995. En dan bent u eerst huisarts geweest, voor de individuele patiënt gezorgd. Nadien dan u geëngageerd bij Artsen zonder Grenzen. Daar hebt u heel wat ervaringen gedaan, vooral in oorlogsgebieden, Somalië, Liberia. U hebt ook TBC-programma's opgericht, gecoördineerd en uiteindelijk tuberculose en HIV in de Russische Federatie bestreden. Nadien als teamleader een opdracht in Myanmar voor TBC, HIV en malaria. U ziet dat de pathologie al maar uitbreidt. En daarna bent u ook als consultant voor tuberculose voor Noord-Korea, een land dat niet velen van ons ooit bezocht hebben, denk ik, hebben mogen dienen. Sinds 2009 bent u verbonden aan de regionale divisie voor Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie en ontwikkelde u een nieuwe strategie rond gezondheidssystemen in de Europese regio, in het bijzonder betreffende de eerste lijns gezondheidszorg. En u bouwde een partnerschap uit met heel wat andere organisaties om de impact te verhogen. Daar zal later nog op worden teruggekomen. Sinds begin 2020 bent u aangesteld als WHO-directeur voor de regio Europa. En dus samen met de directeurs van de andere regio's hebt u daarmee vorm gegeven en geeft u daarmee vorm aan de wereldwijde gezondheidszorg. Ik hoop dat u ziet dat met deze beschrijving het al duidelijk is dat dokter Hans Kluge een uitzonderlijk traject heeft doorlopen en excellentie heeft bereikt. Maar dat is nog niet genoeg om deze erepenning te verdienen. De ontvanger van de erepenning moet immers ook de waarde van de KU Leuven en onze faculteit uitdragen. Het gaat hiermee met name over de verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg, wetenschappelijk onderbouwd, en met aandacht voor de opleiding van de toekomstige generaties en met bijzondere inzet voor de zwaksten in onze maatschappij. Dat zijn de waarden die verwoord zijn in onze missie en visie van onze faculteit. En dat is juist de essentie geweest in de verschillende fasen die uw loopbaan heeft gekend. Zowel zorgen voor het individu als voor de grotere buitenwereld, de maatschappij.
De SDGs, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, zijn ook voor onze universiteit de leidraad geweest in het nieuwe beleidsplan wat onze rector en vice-rectoren heeft ontwikkeld voor de periode 2021-2025. Tot slot dient de houder van de erepenning ook de KU Leuven community genegen te zijn. Als alumnus hebt u steeds de band met onze universiteit behouden en bijgedragen tot het optimaliseren van het onderwijs en het onderzoek vanuit een externe, maar toch betrokken blik. Al van bij het begin van mijn mandaat als decaan in 2016 dook u af en toe op in mijn mailbox. In 2016 maakte u deel uit van de External Advisory Board van het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerste Lijnszorg om advies te geven over de onderzoeksprioriteiten van het departement. En in 2018 maakte u deel uit van de externe adviesraad van het IGO, het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding, om de huisartsenopleiding impulsen te geven en te verbeteren. Dank u wel voor al dit engagement en het warm hart dat u ons toedraagt. Hiermee denk ik de redenen aangetoond te hebben waarom Hans Kluge de erepenning heeft verdiend en niet zomaar krijgt. Dadelijk zal vice-rector Biomedische Wetenschappen Chris van Geet, ook verantwoordelijk voor Global Development binnen de universiteit, de erepenning uitreiken. Nadien wil ik u uitnodigen een voordracht te houden over de rol van de Wereldgezondheidsorganisatie in de gezondheidszorg. Aansluitend zal er een besloten meeting zijn, een ontmoeting met studenten waar u graag mee in interactie wil gaan. En dan om 17 uur start de academische zitting waarbij AlphaGen Dr. Kluge zal huldigen als alumnus van het jaar 2020. Namens de faculteit Geneeskunde wens ik u alvast te danken voor uw voortrekkersrol in de wereldwijde gezondheidszorg en uw waardevolle inbreng voor onze faculteit en universiteit. En dan geef ik nu graag het woord aan vice-rector Van Geet voor de laudatio en de uitreiking van de erepenning. Dr. Hans Kluge, KU Leuven eert u voor uw volgehouden streven naar gelijke kansen in de gezondheidszorg in Europa en de hele wereld. Voor uw inzet tijdens de coronapandemie en uw aandacht om optimale bescherming en zorg te verzekeren voor alle mensen in Europa en de wereld. Voor de wijze waarop u effectief, helder, geëngageerd en gestoeld op diepe wetenschappelijke expertise de overheden, gezondheidswerkers, maatschappelijke actoren en burgers hebt aangespoord tot een gecoördineerde aanpak van de coronapandemie. Voor de wijze waarop u de aandacht niet alleen op de coronapandemie hebt kunnen vestigen, maar ook op andere infectieziekten die wereldwijd nog steeds aanzienlijk leed veroorzaken. Voor het feit dat u inspiratiebron bent voor velen. U hebt in uw werk bij Artsen zonder Grenzen en de Wereldgezondheidsorganisatie aangetoond dat naast zorg voor het individu en dan vooral de zwakste in de samenleving, een goed uitgebouwde maatschappelijke gezondheidszorg met voldoende aandacht voor global health noodzakelijk is om aan iedere persoon volwaardige ontwikkelingskansen te geven. KU Leuven eert u omdat u in woord en daad thema's die centraal staan in de opleidingen en het onderzoek aan de faculteit Geneeskunde en in de brede universitaire gemeenschap gestalte geeft. Om al deze redenen acht de Academische Raad van KU Leuven het passend om Dr. Hans Kluge te eren door hem de erepenning van KU Leuven toe te kennen. Daarom schenk ik u hierbij in mijn hoedanigheid van vice-rector van de KU Leuven en op voordracht van de faculteit Geneeskunde de erepenning van de KU Leuven. En dit is de bewuste erepenning. Die valt er gemakkelijk uit, dus ik mag die tonen.
Dank u wel, mevrouw de vicerector, meneer de decaan, professoren, dokter en mevrouw Kloege, Lena de Keuklare, Ekaterina, professoren, collega's en het meest belangrijke, de studenten. Het is een ganse eer voor mij om hier aanwezig te zijn, zoals dat de decaan zei. Het is altijd een geweldig plezier om terug te komen naar de heimat, naar Leuven. En zeker voor zo'n festiviteit, zoals ook dokter Cornelis zei deze morgen, op mijn dag, waarvoor het ge ook formidabele weer besteld hebt. En ook bedankt aan professor Lerut. Ik ben gevraagd om een beetje te vertellen over de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn er ook veel mythes over, omdat die mythes een beetje doorprikken en dan ook om te luisteren naar enige vragen. Ik heb een reeks slides. Ik zal daar niet in detail gaan, want niks is saaier dan iemand die staat op 30 slides af te lezen. Maar met veel plezier zal ik de slides ter beschikking bestellen en kan je altijd opvolgen als je vragen hebt. Dus misschien zal ik uit ieder slide iets kunnen uitpikken dat hopelijk nuttig is. Welkom to the World Health Organization. Wat is ons mandaat? Het mandaat is, om het kort te zeggen, het geweten van de wereld om iedereen, onafhankelijk van etniciteit, financiële capaciteit, van ras, van geslacht, van leeftijd, de best mogelijke gezondheid te bekomen. En je ziet op het tweede punt de definitie van gezondheid. As defined in the WHO Constitution is a state of complete physical, mental and social well-being. Dus niet enkel de afwezigheid van ziekte, maar echt, en heel toepassend na de coronapandemie, in de context van de oorlog van Oekraïne, dus ook mentaal en het algemeen welzijn. Dat is werkelijk de prime function en in die hoedanigheid om internationaal de coördinerende autoriteit te zijn voor gezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie is deel van de Verenigde Naties, maar is wat men noemt de gespecialiseerde organisatie voor gezondheid. En hoe zitten wij in elkaar? En dat is wel belangrijk. Dat is in feite, kunt je dat een beetje vergelijken met een bedrijf dat bestuurd wordt door zijn aandeelhouders. Dus ikzelf, mijn staf, wij zijn eigenlijk het secretariaat van de lidstaten. Dus wij worden in feite bestuurd door onze lidstaten. Want mijn dochter zegt ook dikwijls in de pandemie, ja, maar ja, pa, hij zegt een keer tegen die landen dat ze dat moeten doen. En waarom doen ze dat niet? Maar het is, gezondheid is een nationale competentie. Dus wij geven advies, maar het is uiteindelijk het land zelf dat beslist. Ik heb de mensen zeggen soms, ja, maar Hans, je hebt eigenlijk een onmogelijke job, want je hebt 53 bazen. En dat is ook zo. Mijn bestuursraad, dus ik rapporteer niet naar Tedros. Ik ben politiek verkozen, dankzij een heel sterke steun van mijn land, België, dat ik echt wil erkennen. En dus mijn bestuursraad, de bazen, zijn de 53 landen, van klein naar groot. De tweede kolom zijn partners, dat is heel belangrijk. Wij hebben dus 800, wat men noemt, WHO Collaborating Centers. Ja, de WHO zal nooit stafpersoneel genoeg hebben om alle noden te lenigen, maar de WHO heeft een fenomenaal netwerk van instituten die dus een label hebben, een accreditatie, waarmee dat we werken. En dan uiteindelijk met ongeveer 7000 public health experts. En ik zie mijn goede vriend Walter Sermeus ook in de zal zitten die inderdaad zich bezig ook houdt met een collaborating center over nursing en midwifery. Hoe zijn we verder gestructureerd? Drie niveaus. Dat is ook, wij zijn de enige VN-organisaties die gestructureerd zijn op drie niveaus. Je hebt de WHO Geneve en die houdt zich vooral bezig met normen, standards. Dan heb je 6 regionale bureaus, 6 regions. En ik ben de regionale directeur van de WHO European Region, maar 53 lidstaten, dus niet enkel de 27 Europese Unie. Dat gaat tot Vladivostok, Centraal-Azië, Turkije, Israël. En dan heb je nog 150 country offices. Bijvoorbeeld,
In mijn regio, 53 lidstaten, daar hebben we van de 53 lidstaten 33 landen die een country office hebben. En dat is ook de sterkte. Dat is dus een echt netwerk. In Kopenhagen, waar wij gebaseerd zijn, hebben we ook niet over alles expertise, maar we kunnen wel dan Genève raadplegen of de collaborating centers of de country offices. Sommige mensen zeggen dan, ja, maar Hans, dat is toch wel ingewikkeld. Dat is in feite een beetje een gefederaliseerde in structuur. Drie niveaus. Maar dan zeg ik, ja, als Belg is dat zo moeilijk niet. Eigenlijk, we hebben ook 7 ministers van gezondheid. Dus in dat opzicht is dat goed uit te werken. Wie doet er eigenlijk wat? De Wereldgezondheidsassemblee maakt de beslissingen. Die komen 1 keer per jaar samen in mei. Dat is nu in 2 weken. In Genève. Wereldwijd. Regionaal niveau heb je wat men noemt de Regional Committee. Dat zijn de 53 lidstaten die dan kijken welke beleidsplannen en budgetten zijn er goedgekeurd in Genève door de 194 lidstaten en hoe moet dat geadapteerd worden naar Europa. Want natuurlijk, per definitie, als er een beleid komt in Genève, is dat tamelijk generisch, want dat moet toepasbaar zijn op 194 landen. En dat is natuurlijk de rol van de Regional Office om dat dan te vertalen dat dat toepasbaar is naar de Europese regio. Hier ziet je de European Region, 53 lidstaten, 900 miljoen mensen met natuurlijk ja, een grote variëteit. Je kunt Turkmenistan niet altijd vergelijken met België bijvoorbeeld. En daarom dat een van de nieuwe benaderingen dat we ingevoerd hebben, is werken op sub-regional modus operandi. Dat we dus kijken naar die natuurlijke groeperingen. Je hebt de Visegrad, je hebt de 5 Centraal-Aziatische landen, je hebt de Noordische landen. Dat je in feite dus bestaande sub-regionale politieke structuren gebruikt om dan je beleid aan te passen. Hier heb ik al een woordje over gezegd. We worden dus bestuurd door de WHO Regional Committee. In feite, gisteren hadden we een uitzonderlijke Regional Committee. Als er 8 lidstaten zijn die vragen aan de regionale directeur om een ad hoc Regional Committee samen te roepen, ja, dan moet ik dat doen. En gisteren is dat gebeurd over de specifieke gezondheidsnoden in Oekraïne. Cross-cutting priorities. De Sustainable Development Goals, dat werd aangehaald door de decaan. Dat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, waarvan de nummer 3, wij hebben onze eigen SDG, Health and Wellbeing. De truc is om dat transversaal te hebben. En in feite, de pandemie heeft er ons wel tamelijk wat bij geholpen. Want wat is een probleem van de minister van Gezondheid? Die wordt dikwijls als een minst of minder invloedrijke minister aangezien in de regering, omdat de minister van Financiën of de eerste minister zegt, ja, die brengt niks op. Dat is geen ministerie die dus economisch bijdraagt. Terwijl, wat is er meer precieus dan gezondheid? En dat heeft de pandemie natuurlijk onderstreept. En daarom, als ik een eerste minister ontmoet of een president, dan zeg ik altijd, health is not everything. Ik heb die pretentie niet. But without health, there is nothing. Without health, there is no economic development. Without health, there is no social cohesion. Without health, there is no tourism. There is ultimately nothing. Wat zijn de doelstellingen die wereldwijd goedgekeurd zijn? De triple billion targets. Dat er in 5 jaar 1 biljoen meer mensen zijn die toegang hebben tot wat men noemt universele gezondheidsdekking. 1 biljoen mensen meer die beschermd zijn van urgenties. En 1 biljoen mensen meer die beter gezondheid en welbevinden hebben. Dat is niet onderling exclusief. En dat is op globaal niveau. En nu maak ik de sprong naar het Europees niveau. Als ik regionale directeur
horen ben, 2 jaar geleden, op hetzelfde moment als de pandemie, dan was de eerste doelstelling om een visie samen te stellen over gezondheid en welbevinden in de Europese regio. Dankzij de sterke steun van de Belgische regering was ik de enige kandidaat van de 6 die tijdens mijn campagne alle 53 landen bezocht heb. Ik had natuurlijk de beste campagneadviseuse die hier ook in de zaal zit, die Katharina Gladkig, van Rusland en van België, die mij poseerde. En ik vroeg aan iedere minister van Gezondheid en Buitenlandse Zaken, wat denkt je nu dat de WHO goed doet en wat denkt je dat de WHO totaal mis voor heeft? En dat was een marathon, maar nadien had ik natuurlijk een formidabele bron van informatie dat er geen enkele van de andere kandidaten had. En gebaseerd op wat ik gehoord had, hebben we dan de European Program of Work samengesteld, 2020 tot 2025, United Action for Better Health. United, omdat ik geloof in partnership. Ik heb, zoals de decaan zei, in moeilijke landen gewerkt. In feite in de meest moeilijke landen ter wereld. Onder de militaire dictatuur in Myanmar, in Noord-Korea. 2 jaar in de voormalige gulags in Siberië. En ik heb echt de kracht gezien van wat ik noem positieve partnership. Veel te veel agentschappen zijn nog te territoriaal. Maar gezondheid is zo'n grote uitdaging, je kunt dat niet alleen. En in feite, we moeten dat ook niet te luid zijn, maar hé, we zijn onder ons. Een gezondheidssysteem werkt maar 20% bij aan goede gezondheid. Als je een betere gezondheid wil hebben, heb je voor 80% de andere sectoren nodig. Zoals transport, zoals landbouw tegen de antimicrobiële resistentie enzovoort. Action, omdat de ministers mij allemaal zeiden, ja, maar dat moet gedaan zijn met de WHO die daar in een ivoren toren zit en geen flauw gedacht heeft wat er gebeurt op het land. Dus het moet action zijn. En better health. Want de WHO probeert soms ook een beetje te veel van de taart te eten. Ik zeg altijd, schoenmaker, blijf bij uw leest. Als we kunnen meewerken aan een goede gezondheid, dat zal al ferm zijn. Dat was dus het politiek mandaat. Met 2 doelstellingen. Nummer 1, leave no one behind. Daar geloven we in. Niemand achterlaten. We kunnen het ons niet permitteren om iemand achter te laten. Ten tweede, strengthen the leadership of health authorities in the region. Dat vroegen de ministers mij. Zijn Hans, als jij regionaal directeur wordt, dan verwachten van u dat je met ons meewerkt om onze positie in de regering te versterken. To make the case for health. En dan moeten we nu al heel hard aan werken. Voor 2 jaar was gezondheid op de top van de politieke agenda. Maar de natuur is zo dat de politieke agenda wordt bepaald door one topic, one issue. Het is 2 jaar gezondheid geweest. We spraken nog over met professor Mark van Ranst over de lunch. Nu ziet je al dat veel regeringen willen al weg van de gezondheid, de COVID is gedaan. En dat zal natuurlijk een fout zijn. Wat zijn onze priorities? De EPW is 3x4. 3 prioriteiten. Universele gezondheidsdekking. Wat is het grootste probleem in Europa? Niet toegang tot de gezondheidszorg. In het algemeen is de toegang tot de gezondheidszorg in onze 53 lidstaten niet zo slecht. Behalve voor enkele uitzonderingsgroepen. Het probleem is dat de mensen in de armoede geduwd worden als ze medicamenten nodig hebben voor chronische ziekten, wat men noemt non-communicable diseases, dat de mensen de medicamenten niet meer kunnen betalen. We hebben daar heel veel cijfers over. Ten tweede, citizens expect to be protected. Daar hebben we een formidabele discussie gehad met professor Alexander en het team of Intensive Care Unit. En ik ben heel dankbaar dat ik hem mogen zien en die rond de tafel had, dankzij Anne en Tony, over wat zijn de lessen nu geleerd van de pandemie, ook in de Intensive Care Unit, en dat we nu is het moment om de lessen te institutionaliseren voordat we het allemaal vergeten. Bijvoorbeeld, heel concreet, moet er nu gewerkt worden aan een reservekader? Want dat was een groot probleem. Dat we op een bepaald moment niet genoeg verpleegkundigen hadden en ander gezondheidspersoneel. En dat was een acuut gebrek. Moeten we bijvoorbeeld
een reservekader hebben, zoals in het leger. Reservisten. Maar wat doet je dan met de reservisten als het kot niet in brand staat? Dus dat zijn vragen die nu echt moeten bediscuteerd worden. Dat is een beetje zoals een brandverzekering. Als je huis niet afbrandt, zegt je 39 december, tjuza, in plaats van mijn verzekering te betalen, kan ik beter een schoon kleedje gekocht voor mijn vrouw. Maar als het huis afbrandt en zij niet verzekerd, ja, dan zit je wel in de penarie natuurlijk. Derde prioriteit is om een cultuur te creëren waar dat iedereen in feite empowered wordt om gezonde beslissingen te maken. Wat is het waarvan gaan de mensen dood de dag van vandaag? Niet van de corona. De corona is nog niet gedaan, hè? Maar van chronische ziekten. Van hartinfarcten, van diabetes, van kanker, van chronische respiratoire aandoeningen. En die hebben te maken met vier risicofactoren. Tabak, alcohol, gebrek aan fysieke activiteit en geen goed dieet. En dat kan je maar oplossen met preventie en daaraan moet er aan gewerkt worden. Dus dat zijn de drie prioriteiten. En dan gebaseerd op mijn gesprekken met de ministers tijdens de campagne Marathon, waren er vier dingen die altijd naar voren kwamen. Dat ik zei, ja, maar ja, die moeten eigenlijk echt speciaal prioriteit krijgen. 1. Mental health. Bijna iedere minister was daar bezorgd over. En dat was voor de pandemie. Voor de pandemie was zelfmoord de vierde oorzaak van zelfdoding voor jonge mensen tussen 10 en 18 jaar. Sinds de pandemie is het de eerste doodsoorzaak. En we hebben nu nog de oorlog in Oekraïne, waar dat er 5 miljoen mensen uit het land ontvlucht zijn. Van die 5 miljoen, 1,8 miljoen zijn kinderen, want het zijn vooral kinderen en alleenstaande vrouwen. En dan nog een keer 2,3 miljoen kinderen intern ontheemd. Dus de mentale gezondheid, dan moet er 3 keer zo hard op gewerkt worden. En hier wil ik toch wel koningin Mathilde bedanken, de koningin van alle Belgen, die met mij verleden jaar hier in Brussel in feite en de Europese commissaris voor gezondheid de Pan-European Mental Health Coalition gelanceerd heeft om dat op de politieke agenda te plaatsen. Nummer 2, digital health. Terug voor de pandemie, digital health, dat was optional. Je kon dat doen of je kon dat niet doen. Nu, sinds de pandemie, dat is niet optional niet meer. Hè? Iedereen moet digitaal werken. Nummer 3, de European Immunization Agenda. En nummer 4, cultural and behavioral insights. En dat heeft te maken met die vier risicofactoren dat ik zei. Dat het is goed dat er veel dokters en verpleegkundigen in de WHO zijn. Maar ik zag dat als ik met Artsen zonder Grenzen werkte in Liberia, bijvoorbeeld met ebola, wat dat genodigd had, dat waren antropologen, dat waren sociologen, die konden verstaan waarom de mensen bepaalde handelingen deden. Bijvoorbeeld, een van de grootste risicomomenten voor een moeder met een gestorven kindje van ebola was, als het juist gestorven was en als dan het lichaam de secreten afscheiden, maar dat was heel besmettelijk. Maar voor in die cultuur was het onmogelijk om dan je kindje natuurlijk niet voor naar de hemel ging te omhelzen en te zoenen. En dan had je echt sociologen, antropologen nodig. En het is hetzelfde voor de risicofactoren. Veel mensen weten dat, dat een sigaretje smoren niet gezond is. Maar ze smoren toch een sigaretje in duk of met de alcohol. Dus je moet proberen te verstaan wat is er nu nodig om een gezonde levensbeslissing te maken. De industrie zet daar geweldig veel geld op in om de gezondheid kapot te maken. Kleine trucjes, hé. Als je staat aan te schuiven om je boodschappen aan de kassa te betalen, bijvoorbeeld de chocola zetten op ooghoogte van de kindjes. Dat werkt heel goed. Dus we moeten dezelfde trucendoos gebruiken om gezondheid te stimuleren. Meneer Dekan, als ik over tijd had, moet het zeggen. Nee, ja. Enhancing country focus. Dat was ook een nieuwe benaderingswijze in ons programma. Genève zorgt voor de norms, de standards, de guidelines. Het regionaal niveau moet een country impact hebben. Uiteindelijk zal de WHO Europa, ikzelf, afgerekend worden op welke veranderingen zijn er nu gebeurd op landenniveau. En daarom versterken we ook de country offices. Hier dacht ik om een keer enkele concrete voorbeelden te geven.
Want de mens kan veel over de WHO zeggen, maar de mensen zeggen dan, ja, maar geef een keer een voorbeeld. Dus één voorbeeld is Oslo Medicines Initiative. Ik had u al gezegd dat een van de grootste problemen in Europa en Centraal-Azië is dat de mensen kunnen de peperdure medicatie niet meer gebruiken. En we werken nu met Noorwegen als voortrekker. Noorwegen is een van de rijkste landen, maar die zijn nu al bezorgd over de financiële leefbaarheid van hun gezondheidssysteem. Dat ze een keer dat hun olie op is, dat ze hun systeem ook niet kunnen betalen. En we werken nu in een public-private partnership over de duurzame betaalbaarheid van innovatieve nieuwe geneesmiddelen. Bijvoorbeeld nieuwe kankergeneesmiddelen of voor kinderen met zeldzame ziekten. En voor de WHO is dat de eerste keer, want voor ons samenwerken met de privésector is heel gevoelig. Hè? Transparency, accountability, wij houden daar afstand van. Maar we hebben nu een wettelijk kader uitgedokterd om met de farmaceutische industrie samen te zitten. Want nu zitten we eigenlijk in een lose-lose situation. De farmaceutische industrie ontwikkelt peperdure medicatie, maar de landen kunnen ze toch niet betalen. Dus iedereen verliest, vooral de patiënt. En we zullen de eerste meeting hebben in Oslo midden juni om een nieuw sociaal pact te creëren tussen de publieke en de privésector. Ik zeg altijd, ja, maar dat stoort me niet, dat de privésector en de farmaceutische industrie veel geld krijgt voor wat ze te produceren. We hebben innovatie nodig, maar het mag niet ten koste zijn van de patiënt die het niet kan betalen. Ze zijn heel gevoelig als ze beginnen te spreken over intellectual property rights. Dat is zo'n beetje een rode lijn. Dus mijn strategie was, laat ons beginnen niet van de rode lijn, bijvoorbeeld. Wat dat er heel goed gewerkt is in de pandemie, dat is joint procurement. De Europese Unie heeft voor de eerste keer de vaccins voor de COVID samen aangekocht. Ja, maar Malta of Cyprus, ja, maar die landen, misschien zelfs België ook, ging veel meer problemen gehad hebben. Het ging allemaal naar Frankrijk gaan of naar Duitsland. Maar door gezamenlijke aankoop te doen, dat is win-win situation. Je moet altijd proberen, zeg ik, te werken voor een win-win. Het is een winner voor de industrie, want die hebben een bulk van vaccins kunnen verkopen. En doordat het een grote bulk was, was de prijs lager. Ten tweede, een voorbeeld is de Western Balkans Roadmap. De Europese Unie zal nooit veilig zijn zonder de Balkan. Een geburen, als er daar een mutatie is van een virus en ze hebben de surveillancecapaciteit niet om het op te pikken, ja, dat gaat direct naar de geburen, verstaan, naar de Europese Unie. Dus we hebben daar samen gezeten met de Europese Commissie, met de ministers en de eerste ministers van de Western Balkan, de vijf landen en Kosovo, om gezamenlijk een plan uit te dokteren to close the gap. Omdat als je kijkt naar de gezondheidsindicatoren tussen de Balkan, die in feite ja, onze gebuur zijn, en de Europese Unie, is een verschrikkelijk verschil. En daar de financiële steun te vragen van de Europese Unie. Ten derde is immunization. In Tajikistan hebben we jammer genoeg een uitbraak van poliomyelitis, dat in feite al niet meer zou moeten gebeuren. Daar werken we dan samen. We hebben daar een groot bureau. Het is een beetje een armer land en daar hebben we een groter bureau, waar dat we in enkele weken tijd 1,2 miljoen kinderen gevaccineerd hebben. En nu jammer genoeg ook polio, tamelijk wat polio in Oekraïne. Dat in de huidige omstandigheden niet zo simpel is om dat onder controle te krijgen. En ik zei al, mental health, de war in Oekraïne. Zoals ik zei tegen de collega's professors, ik vertrek zaterdag naar Kiev en dan naar de enkele gebieden waar er nog niemand geweest is, met de autoriteiten. En daar zullen we een link maken tussen de first lady van Oekraïne en onze koningin Mathilde in België, om samen te werken over mental health. Want hopelijk zal de oorlog stoppen spoediger dan later, maar natuurlijk de impact van die mental health, daar zullen we nog heel lang moeten leren leven. Ik heb u al het belang vermeld van partnership. Daar moet de WHO ook agile in worden, flexibeler. 30 jaar geleden, er was maar één iemand internationaal die over gezondheid praatte en dat was de WHO. Maar je hebt nu heel invloedrijke partners. Je hebt Bill Gates, die minister van Gezondheid speelt. En dan heb je Gavi en de Global Fund en dus heel veel grote partners. En de WHO moet daar heel realistisch in zijn. Moet daar zijn
niche in vinden. Wat is our comparative advantage? Om het in kort te zeggen, our comparative advantage is dat wij hebben maar één agenda. En dat is health for all. De Europese Commissie doet veel over gezondheid, maar als ze kijkt naar het plan, het economische domineert altijd, die zullen nooit kunnen met een evidence-based plan komen tegen de alcohol of de tobacco, want de Unie is gebaseerd over free flow of goods, economische doelstellingen. Onze doelstelling is clean, health for all. Dat zijn enkele van de achievements, maar je kunt dat ook zien op de website. Maar dat is ook iets dat ik ingevoerd heb. We noemen dat KPI, Key Performance Indicators. Want de WHO die had ook een traditie van verhaalderen, hoor. Die man kan nog een beetje verhaalderen, hoor, zeg. En dan heeft de minister van Gezondheid die zegt, ja, maar waarom moet ik gaan? De WHO is een praatbrak. Dus Key Performance Indicators. Iedereen moet indicatoren hebben. En achter 1 jaar, 2 jaar en 5 jaar, en dan is accountability. En dan kunnen de lidstaten zeggen, ja, maar Hans Kloge, je hebt zo gedaan of zo gedaan. Als ik de indicatoren niet bereikt heb, dat wil niet zeggen dat ik mijn werk niet gedaan heb. Maar dan moeten we een open dialoog gaan om te zeggen, ja, maar ja, heb bijvoorbeeld ons het geld niet gegeven daarvoor. Of je had de political commitment niet. Maar dat is wel heel belangrijk. Het eerste punt bijvoorbeeld, ziet u toch, dat de levensverwachting objectief in ieder land ferm gestegen is, jammer genoeg, tot de pandemie. Het is de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog dat de levensverwachting stagneert. Challenges heb ik al tamelijk wat uitgelegd. Lessons learned from the COVID-19. We hebben daar een hele goede discussie over gehad. Misschien zal ik er eentje uitpikken. Dat is de tweede bullet point. Dat is de inequalities. Als ik één uitdaging moet zeggen, dat is van volksgezondheid, dat zijn de ongelijkheden. Je ziet dat de mensen in de maatschappij die al verdrukt waren, die in feite al moeite hadden om rond te komen, ja, die waren weer het eerste slachtoffer. Of kinderen die in kwetsbare situaties zaten en er was dan een lockdown. Ja, je moet je voorstellen, als je dus opgesloten was met degene die je seksueel misbruikte of geweld aandeed, dat zijn heel schrijnende situaties. En wat doet je dan? Want als de scholen gesloten zijn, dan heb je ook dat de sociale beschermingsmechanismen wegvielen. En daar moet er heel, heel erg over nagedacht worden. Hoe dat we dus werkelijk, het komt terug naar de doelstelling van mijn visie, to leave no one behind. Thank you very much. Dank u. Dank voor deze schitterende voordracht. We zijn allemaal nog meer overtuigd dat u de erepenning verdient. Ik denk dat we nog een klein beetje tijd hebben om enkele vragen, als dat mag. Zijn er vragen uit de zaal? Professor Van Elderen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft altijd veel ingezet op de eerste lijn. Hoe ziet u eigenlijk de ziekenhuis? Dank u. Dat is een van de eerste punten dat ik inderdaad in mijn speech zal vermelden vanavond. En dank u voor de vraag. Ik voel me daar tamelijk comfortabel in om daarover te praten. Want ik ben een huisarts. En mijn vader zit in de zaal die een specialist is. Dus we hebben daar rond de keukentafel heel veel over gepraat. Dus hoe dat ik dat ziet, is, we moeten een stapje terug doen van het beroep. Uiteindelijk focussen op de persoon en de patiënt. En het systeem daar rond creëren. Uiteraard ben ik een heel grote voorstander van een meer prominente rol van de eerste lijns gezondheidszorg. Ik denk dat de pandemie dat heel goed getoond heeft. Iedere keer als ik naar een land ga, dan ga ik met de minister naar een eerste lijns gezondheidscentrum. In feite in België, in mijn eerste landsbezoek, gingen we met toenmalig commissaris Pedro Facon naar de Waalse stad
Lan met de voorzitter van de Vereniging van de Huisartsen heel goed gesprek gehad over de lessen van de pandemie. Dus in dat opzicht, ik zeg altijd, de eerste lijn gezondheidszorg moet versterkt worden, zodat de ziekenhuizen heel goed hun werk kunnen doen. De gecompliceerde gevallen behandelen, hé? En werkelijk de urgenties opvangen. Natuurlijk, we hebben een geweldige uitdaging in de regio met de gemiddelde leeftijd van de huisartsen. We hebben wat men noemt, u weet dat heel goed, professor, les déserts médicaux, dus medische woestijnen, omdat je in feite bijna geen huisartsen meer vindt. En daar moeten we heel creatief zijn natuurlijk. Een van de punten is om de verpleegkundigen een grotere rol te geven. En daar voel ik mij ook heel comfortabel in, want mijn moeder zit ook in de zaal, die verpleegkundige is. En soms wist ik niet wie had er meer impact op de patiënt, mijn vader of mijn moeder. Dus iedereen heeft een rol. Er is nog te veel conservatisme in de dokterskringen om de verpleegkundigen een groter takenpakket te geven. Dat is heel belangrijk. En dan ten tweede moeten we echt, denk ik, meer aandacht geven aan bijvoorbeeld artificiële intelligentie en telemedicine om dat op te vangen. En daar hebben we heel veel geleerd tijdens de pandemie. Israël, Zweden, enkele landen doen dat heel, heel goed. Het menselijk contact blijft heel belangrijk, maar we hebben geen andere keuze. Dankjewel. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Ja, professor Cipido. Dankjewel voor deze mooie uiteenzetting. Mijn vraag gaat over de relatie tot de Europese Unie. Zoals u zei, de Europese Unie heeft geen competentie in gezondheid. We hebben nu gezien dat ze toch een European Health Union naar voren brengen. Maar ik ben volledig akkoord met u. Er is altijd een sterke economische achterliggende agenda. Maar hoe ziet u de samenwerking met de EU? En ziet u daar een evolutie in dat er meer samenwerking gaat zijn tussen de nationale niveaus voor de competenties voor gezondheid? Dank u, professor. Dat is een heel, heel actuele vraag. Eerst en vooral wil ik benadrukken dat we hebben een heel, heel goede samenwerking met de Europese Unie. Dat is een van de eerste. In feite, voordat de juiste pandemie begon, de Europese commissaris Stella Kyriakides en mij, we zijn ongeveer op hetzelfde moment begonnen. En we hadden alle twee een heel grote wens om dat een heel vlotte samenwerking te hebben. En sinds de pandemie is dat versterkt. We hebben verschillende formele samenwerking. Bijvoorbeeld, er is wat men noemt een Health Security Council van de Europese Unie, waar dat wij ook een zetje rond de tafel hebben. Iedere keer als ik expertgroeps heb, dan nodig iemand uit van de Europese Commissie. Ik geloof echt in die partnership. Ze hebben natuurlijk, hoe zie ik dat? De sterkte van de Europese Unie is natuurlijk eerst en vooral dat zij wettelijk bindende maatregelen kunnen uitvaardigen. Ik noem dat hard measures. Wij, de WHO, we hebben soft measures. Wij geven een resolutie, aanbevelingen, richtlijnen uit. Dus een land kan dat naast zich neerleggen of kan dat opnemen. Maar er zijn daar geen sancties op, want zij zijn onze bazen. Ik moet wel zeggen dat sinds de pandemie, sinds de migrantencrisis, dat ik toch wel zie, dat is heel interessant, en wereldwijd, dat de zachte maatregelen dikwijls belangrijker zijn dan de harde maatregelen. Als een bepaalde land van de Europese Unie zegt, ja, maar ik wil dat quota van migranten niet opnemen, ze doen het niet, zelfs als staat er een stok achter de deur. Met de WHO, wij werken consensus-based. En wij werken geweldig op vertrouwen en met experts. U heeft een heel goed punt dat natuurlijk er is een aardverschuiving bezig. Dat de competitie van gezondheid blijft nationaal, maar de Europese Unie heeft dan nu een heel grote koek. We hebben het nog bediscuteerd ook vanmiddag met professor Wim Robrechts en het team. De HERA. De HERA is nu die Health Emergency Preparedness and Response Authority. Dat is een nieuwe body dat de Europese Unie zal helpen om beter voorbereid te zijn tegen volgende pandemieën en urgenties. Ja, die mensen spreken over biljoenen.
Dus uiteraard zal dat een groot impact hebben. Bijvoorbeeld, waarom heb je zo'n heran nodig? Omdat de Europese Unie zei, op het moment dat de pandemie begon, wij waren compleet afhankelijk van China, van Indië. We hadden zelfs geen maskers, we hadden geen schorten. Dus de Europese Unie moet self-sustainable zijn. Dus we moeten daar, en wat wij doen, we spelen dat kort op de bal, we geloven in dialoog. Wij hebben een persoon van mijn bureau die in de HERA zit, om samen te werken. Een concreet voorbeeld is dat de Europese Unie, ik ben daar heel dankbaar voor, België ook, we hebben dat besproken. Ik wil de universiteit ook nog een keer voor bedanken daarvoor. Ik heb verstaan, mevrouw de vice-rector en decaan, dat de komende dagen zullen er kindjes met kanker opgenomen worden van Oekraïne. En ook soldaten die moeten geopereerd worden van Oekraïne. Er is een sterk mechanisme in de EU, maar de EU heeft geen boots on the ground in Oekraïne, buiten de EU. Wij hebben country offices. Wij kennen die landen door en door. En dat is een heel goed partnership. Dat wij een triage doen in Oekraïne. En dan spreken we met de EU, met de EU Civil Protection Mechanism, naar welk land kunnen die kindjes gezonden worden. Zoals een, ja, dat is zoals in een menage. It's a never-ending story. Goed, ik denk dat we deze sessie met deze heel wijze woorden kunnen besluiten. Dank u wel. En ik zou nog graag een applaus vragen voor deze schitterende. Dank u wel.